Jan van der Putten, ik lees de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 31 tot 33, vers 25. Slapeloosheid door rijkdom mergelt het lichaam uit. Zorg over rijkdom houdt je wakker. Zulke zorg maakt dat je zelf niet sluimert. Als een zware ziekte verdrijft hij de slaap. Een rijke werkt hard en hoopt zijn geld op. En als hij ophoudt met werken, kan hij genieten. Een arme werkt hard en heeft een schamel bestaan. En als hij ophoudt met werken, leidt hij gebrek. Wie van goud houdt, kan niet rechtvaardig blijven. Wie rijkdom najaagt, komt op het dwaalspoor. Velen zijn door goud ten val gekomen. Ze gingen plotseling ten onder. Verzot zijn op goud is als een struikelblok. Iedere dwaas komt er door ten val. Gelukkig is de rijke die onberispelijk blijkt en niet achter goud aanloopt. Wie is hij? We zullen hem gelukkig prijzen, want hij heeft onder zijn volk iets buitengewoons gedaan. Wie werd door goud beproefd en bleek onkreukbaar, hij zal worden geroemd. Wie kon zondigen, maar deed het niet? Wie kon kwaad doen, maar deed het niet? Zijn bezit zal vermeerderen en de gemeenschap zal over zijn weldaden vertellen.